Oké, hallo iedereen. Hey, Mat. Hey, Jesse. Ja, dus wij gaan vandaag naar de Efteling. En dat is een dag uit ons leven. En we nemen jou mee. Oh, mijn ogen zijn echt vet blauw met dit licht. Poco. Ja. Oh mijn god, ben jij een bekende YouTuber? Oké, nee, ik ben geen vlogger. Ik ben geen vlogger, nog steeds niet. What's up Space? Oh, serieus, what's up Space? Ja? Een Efteling mensen, we gaan vandaag een dag uit ons leven laten zien. We gaan chillen in de Efteling. En we nemen jullie mee. En Levi moet leren voor zijn tatames. Dus hier. Levi gaat trekken uit zijn tatames. Dus die is er vandaag helaas niet bij. Maar we hebben een andere gast bij ons, Jesse, hoi. Ja, we hebben hem gevonden op straat, man, in tram 23. Tram 23. En ik hoorde toen je stem. Nee, ik zie ook helemaal niks meer door deze zon. Let's go. Jesse, wat zit je te doen? What the fuck doet deze guy? Hij zit haar van mij te chappen van Thomas. Jenny, je hebt sneeuw. Hey, ik heb sneeuw gepakt. Ja, wat zijn we aan het doen? Even je jas opgehangen. Tjalaas. Dit is best wel zin. Yo, goedemorgen. Het is, hoe laat is het eigenlijk? 8:30 of zo. We gaan sporten. Lekker even de spieren eruit pompen, jongen. Ik ben net wakker, 1/2 uurtje. Ja, het is vandaag eigenlijk een erg kutdag, maar dat maakt niet uit. Ik moet namelijk de hele dag leren. En ik begin om 11 uur met leren en daarvoor ga ik altijd sporten. Gaat al een week zo of zo. Sport is wel lekker, maar het leren is dan niet minder. Maar ja, we gaan het gewoon doen. En, ik neem jullie vandaag mee, dus yeah, let's go. Er is helemaal niemand. Het is ook -20. Het ging goed. Ik heb nu al spierpijn. Beetje een nare idee dat de rest van Space nu in Efteling zit. Dus ik mocht niet filmen in de gym. Ja, ik ben mee. En toen zeiden ze van, kun je dat alsjeblieft niet doen? Want er zijn ook meerdere mensen en zo. Toen zei ik, het is voor eigen gebruik. Helemaal niet zo. Maar anyway, de rest van de Space zit nu in de fucking Efteling. En ik fiets naar huis en ik moet tot 6 uur gaan leren. Mensen die nog niet in... zo'n jaar zitten dat je tentamens hebt en zo. Alsjeblieft, begin op tijd. Dat doe ik nooit. Ik vind het alleen wel echt janken dat nu gewoon Danny, Thomas en Matt fucking in de Efteling zitten. En ik hier met een camera fiets om naar huis te gaan om te leren. Thomas. Waar zijn onze leuke gesprekken? Maar heb jij het naar je zin hier? Ja, gaat deze nog... Ja, ik zeg toch, daar moet je... We zijn aangekomen in de Efteling. Oh mooi, oh nee. En de bomen staan er net voor. Jongens, de waterval is bevroren. Wat doen jullie? Hey jongens, zijn jullie excited? Ja. Mats die dacht dus gewoon dat dit het was, maar dit is gewoon zeg maar waar je wacht. Ik wil mijn hele familie bedanken dat ik deze situatie... Shout-out naar de fans. Dan naar de spacefans. Oké, okay, Mats wil de glijbaan in. Danny staat er heel braaf te wachten, uiteindelijk komt de papa of zo. Kom op jongens. Is hij echt gevallen? Hallo. We are back home. Okay, na het sporten drink ik altijd zo'n... dus daar is weer ingezoomd helemaal weer. Leuk. Na het sporten drink ik altijd een of andere shaky. Om je spieren te voorzien van zijn nodige bouwstenen. Maar ik heb 2 shakies. En eentje is een soort van ontbijt shaky. Ik vind ontbijten niet zo lekker. Dus dat moet ik nu even opdrinken. Maar dat is echt eigenlijk niet heel lekker. Maar we moeten het wel even doen. Dus we gaan het even bouwen. Dit is niet gesponsord. Zo. Ja, Mats knip het zo. Besef even hoe groot zo'n schep is. Zo, dat is 1. En dat is 2. Dan vul je dat met water of met melk. Maar ik hou niet zo van melk. En dan moet je heel goed schudden. Anders is het... Oh, een hele camera zit onder. Kut, sorry. En heb je chocolademelk? Kijk, het lijkt wel op chocolademelk. Helaas. Het smaakt wel naar chocola. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat staat erop volgens mij. Hier, chocolate. Niet te proeven hoor, bitches. Oké, de planning van vandaag. Ik dacht om 2:30 een tentamen Nederlands. Die moet ik even goed fineren. Kijk, ik moet hem goed maken. Waarom? Omdat ik de vorige niet zo erg goed heb gemaakt. Dus moet ik deze wel goed maken. Wat het plan is om daar... Ik ga eerst douchen, want ik ruik naar zweet. En daarna gaan we leren. Ik ga Nederlands leren. En dan, dan gaan we naar school toe om een tentamen te maken, veel zin in. Het is een beetje kut dat hij pas om 2:30 begint, want ik ben altijd wel iemand die actief is in de ochtend. Haat fucking Space en Jesse hoeft nagels dat ze in Efteling zitten. Ja, doei. We zijn hier, ik weet echt niet wat we aan het doen zijn. Let's go. Hoe kom ik hier ooit op? Oh my god. What? Bro, niet lenig genoeg voor deze shit, man. Oh, kom, hé, hey, bro, zo ga je zo snel. Deze boy gaat koudelijk snel. Boys. Fuck.
Ik ben hier denk ik te groot voor. Ja man, enge plek hier. Hallo. 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 Hoi. 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 Ewa. Ewa. Doe ik hier man, ik weet niet wat ik aan het doen ben man. Wat? The fuck? Oeh, mensen, spannend spookslot. Oh. Thomas, heel leuk. Nou, Thomas, we kennen hier al een tijdje. Het was een nacht. Oh. Hoe zag jij een aansteker bij je? Kan je het even uitleggen? Ik ben nog wel aanstekelijk. Oh. Pauw. Wat, was je bang? Ja, fucking bang. Beetje wel, ja. Beetje wel, klein beetje, Jesse. Ik ben helemaal gechoqueerd. Maar ik weet niet, dit is eigenlijk niet van Mats zijn leeftijd bedoeld. Nee, Mats. Hier moeten we even gewoon niet meer, anders gewoon voortaan even buiten. Hebben we hier ook een plek weg waar je baby's kan doen? Nee, geen zin. Mogen we van onze kijkers die grap mogen niet meer maken. Papier. Ontspaar. Gaan ze naar beneden? Papier. Hier. Papier. Hier. Ongemakkelijk lachen. Papier. Ja, daar gaan we niet over liggen. Ik kom hier best wel wat kijkers tegen. Shout-out naar de fans. Als je ons ergens ooit tegenkomt. Moet je gewoon hooi zeggen. Mats, hey, durf jij dit? Hey, we zijn de draakjes open, jongens. Echt? Ja. Yes! Het mag niet mee, want je moet 1,40 meter. Ah, yes. Zeg zeg maar die standaard gemaakte grap. Als je die grap maakt, stop met die grap maken, want het is niet meer grappig. Ik deed net ook. Doei. Deze, hè? Yeah! Ja, dat gaat best wel snel. Wow. Hoe lang duurt het nog tot de baron? Niet zitten, de Wiedemars. Godverdomme, hou nou eens je bek over die koude Wiedemar. Ja, als je nog niet hebt gedaan, zo lief als je even... Godverdomme! Oké, mensen, we staan nu in de rij, helemaal stuk. Danny, die denkt dus dat zeg maar, het allemaal voorbedacht eraan is. Wel een karretje in deze houten achtbaan die tegen elkaar race wint. Maar ik denk dat het willekeurig is. Let maar op, dit is het patroon. De volgende die aankomt, die wint de rood en de wordt blauw. Thomas die denkt dat het op gewicht is. Nee, het gaat niet op gewicht. De invloed van, nee, maar als er heel veel dikke mensen in één kuitje zitten, dan gaat hij wel anders. Dat is wel feitelijk waar. Oké, mensen, kennen jullie deze jongen? Dit is Niels van Gier Gast toen de jongen was, geen grap. Yo, mensen, heel veel pauze. De rest is aan lunchen. Ik sta met hallo, Bart. Hallo allemaal. Bart is een buurjongen van mij uit Drunen, het dorp waar ik vandaan kom. En hij heeft een kanaal waarbij hij video's maakt over de Efteling. Ja, vlog in de Efteling, ja. Ja. Dus als je het leuk vindt, ga het kijken. Hij heeft laatst al zijn abonnees verloren omdat hij gehackt was. Ja, helaas. Dus ga even snel abonneren en geef hem even support. Ja, super tof zijn, dankjewel. Dus, als je van pretpark houdt, ga even Bart baan checken. Linkje staat hieronder. En dan zien we jou ook. Ja, wat doe je allemaal? Vlogs in de Efteling. En dan kom ik nu kort in de series. Dus alles hier in de Efteling filmen, daar maken we vlogs over. Dus als je van Efteling houdt, je weet waar je moet zijn. Top, dank je. Hey, Mats. Hey. Ewa, pakka. Hey, bitch. Ewa. Kijk, ik moet even in de lens kijken, hè? Sorry. Even vastleggen. Want ze zijn bang om te kotsen. Pussies. Ze is van mijn cola op te drinken, hè? Van Kaatsheuvel. Hallo, mooi. Als ik dit ding laat vallen, joh, ben ik echt de lul. Zo hoog. Bro, die dunne kebab was niet goed. What the fuck? What happened there? Ja, ja. Waar zitten ze dan? Hey jongens, hey. Ga nu in Symbolica. Het kost 47 miljoen. Oh, nu kun je in de titel echt zetten. Super gaaf. Spaan van 47 miljoen kapot maken. Ja, maar even tegenaan voor het voorstukje voor de intro. Oh my god. Ik lijk nu echt op Tokkie eerste klas met mijn haar achterover gekamd, maar het moet even opdrogen en ik heb echt geen zin om föhn te pakken of zo, dus ja, dan maar zo. Ik heb douche genomen, ik heb een soort van ontbeten, het is nu tijd om te gaan leren. Ik heb nog, om precies te zijn, ongeveer 2 uur en dan moet ik weg, dus 2 uur om te leren. Dus let's go! Dit zijn mijn hele SE-weekstapel, wiskunde, antwoorden, die zijn heel belangrijk. Dit gedeelte zal heel saai zijn, omdat ik iets moet leren. Oké, het moment is daar. Ik heb ongeveer 1 uur geleerd, 1,5 uur geleerd. Nederlands, spelling voor de mensen die het echt interessant vinden. Ik ga nu kou in, omdat ik onderweg moet naar school. Ik heb er weinig zin in. 2 uur tentamen. Kill the agony. Everything. Man, ze zijn zoveel van ons nu. Dit is echt fucking koud. Het is geen magie. Het is geen zon. Het is geen magie. Het is allemaal elektriciteit, jongen. Mats is even de zonne-energie aan het. Ja, het is geen magie. Het is geen elektriciteit. Hier gewoon gaat zitten, gaat er niemand in. Dit blijft zitten. Als je hem bieden gaat. Oké, wel. Hallo.
Echt, ik word zo moe van de dag met Space. Hey jongens, waar gaan we heen? Naar Carnaval Festival. Carnaval Festival? Nee, ik eigenlijk ook niet. Nee. Kijk hem lopen dan. Hey, zij zijn hoe oud? Nou, je haalt het wel net, man. Laat hun even voor. Wat is er gebeurd? Ja, dat kan ik echt niet zeggen. Zij zijn gewoon aan het zoenen daar. Hé, dit gaat te ver, man. Maar dit is gewoon een hint, hè. Dit is officieel nu. Dit is officieel nu. Kom, we gaan door, jongen. Hé, waar gaan we heen, man? Hallo. Ja, wel een beetje. Ja, ik ga snel aan jas aan, zo ik zeg. Het park gaat bijna dicht. We moeten rennen, zegt Levi. Kijk, daar is de baron. En we gaan die kant op. Tot mijn spijt heb ik echt niks kunnen en mogen filmen. Alles moesten we inleveren. Telefoon, portemonnee, sleutels, alles waar een speakbriefje op kan staan en ook deze camera. En ik mag sowieso al niet echt filmen op school, dus ja. Yeah. Anyway, ik heb het Nederlands tentamen gemaakt. Na de hele fucking vakantie leren is het eindelijk begonnen, dit feest. Ging het goed? Nou, het was spelling, dus je weet eigenlijk niet of het goed gaat. En D of T ben ik altijd heel slecht in geweest, dus ging het goed? I don't know. Echt bang dat ik het gewoon echt opfok eigenlijk. Als ik dit opvolg, dan moet ik een jaar overdoen, daar heb ik echt zin in, dus... I don't know, ik ben benieuwd, ja. Hey, waar, wow, nu super gave show, als jullie wat? Allemaal even stil kunnen super zijn. Gaaf. Femke Louise. Femke Louise. Weet je nog wat ik met jou deed? Iets wat je vind je niet weet. Hey, we lopen nu in de Efteling. Nee, heb ik denk wat... dat niemand dat nog wist, want het is echt geen video in de Efteling. Ik word heel onzeker van jou, snap je? Als je nou even stil bent... Bro, ik probeer het allemaal, maar het lukt gewoon niet. What's up, Space? What's up, Space? Hey, we staan hier bij de show. En het wordt vast heel erg mooi. Danny! Oh ja, daar heb ik koeien. Daar heb ik echt koeien. Danny, wat is dit? Danny, even voor de vlog, wat is dit? 3, 2, 1. Ik word gewoon heel moeilijk. Ik heb het koud. Mas, wat kijk je moeilijk? Ja, ik krijg hier lamp in mijn gezicht. Als je het niet interessant vindt. Hey Mas, dit is jouw hobby toch? Leuk jongens, leuk. Kijk mooi. Volg mij op Insta. Ja, Laagst heb je wel, laagst heb je Lisa. Oké, even zijn kijkers tegenkomen. Yo, fanlove. Fanlove. Nou, een leuke video. Doe een duimpje omhoog. Doe een duimpje omhoog. Duimpje. Ciao. Oké. Okay. Even kijken naar deze vlog. En naar de Efteling. Dat er mag komen. En abonneer op de kanaal. Love you. Doei. Hey jongens, hey boys, was leuk hè? Leuk man.